tot het schokeffect van de komst van Hans van der Haar bij Linden Lange door de 1 wedstrijd. Vorige week maakte hij zijn rentree bij Linden. Toen werd er gewonnen bij Lisse. Die 3 punten kunnen ze vandaag wel weer goed gebruiken. En Linden begint niet onaardig. Krijgt hier een vrije trap. En ze hebben Mo Bendadi. Die heeft een lekkere linker, maar net niet lekker genoeg. De lat voorkomt een vroege voorsprong voor de thuisploeg. Het is een gelijkopgaand begin van de wedstrijd tussen Linden en Barendrecht. En dat is al heel wat. Barendrecht de nummer 4. Veel moet komen van Joey Jongman natuurlijk bij Barendrecht. Die komt hier ook weer aan de bal. Jongman, redt hij zich hier nog uit? Nou, uiteindelijk wel. Jongman, en dan is het ook weer raak. 14e doelpunt van het seizoen. En natuurlijk via Joey Jongman. Niet zo gepolijst en niet zo vloeiend deze aanval, maar wel weer raken. Wat staat Sam Seij daar klungelig te verdedigen met nummer 15 bij Linden. Volgend jaar speler van Barendrecht. Voorkomt hier tot 3 keer toe dat Linden de bal lekker wegwerkt. Ja, en met Jongman in de buurt kan dat nou helemaal niet. Daarna zakt Linden weg en komt Barendrecht beter en beter opzetten. Dus hier via Navaja Sanchez dichtbij een tweede goal. Barendrecht neemt het heft in handen. Goede kans dit. En goed verdedigd ook door Wilsterman. Formidabele sliding. Daarmee voorkomt hij een grotere achterstand voor zijn ploeg halverwege. Maar kort na rust is het alsnog 0-2. Aarts geniet heel veel vrijheid. En daar staat Wilsterman nu niet zo goed te verdedigen. Goed voorrust, slecht na rust. 0-2. De tussenstand weer uit een doodspelmoment, een kans voor Linden. Van Splunter redt het nu zelf. Het zijn dit soort kansen voor Linden. Niet al te groot de mogelijkheden om wat terug te doen. Wellicht via deze volley, maar Van Splunter met de redding. Linden heeft 1 puntje voorsprong op Lisse en TSC. De 2 ploegen die nu op de promotiedegradatieplekken staan. Jongman, prachtige combinatie. Jongman en de redding van Schimmel. Zo gaat Barendrecht soeverein naar de overwinning. En die overwinning krijgt in de slotfase nog meer glans. Esaias, hij maakt er nog 0-3 van. Barendrecht maakt nog altijd kans om de derde periode te winnen. Linden moet vooral heel erg zijn best doen om niet in de nacompetitie terecht te komen. Het wordt 3-0 voor de ploeg van Adrie Poldervaart.